In 2021 kregen we de steun van meer dan 1,5 miljoen kiezers. En op basis van dat vertrouwen hebben we onze verantwoordelijkheid genomen. We investeren in onderwijs van onze kinderen. We halen Nederland uit de greep van stikstof. En we pakken de klimaatverandering aan door de vervuilers te laten betalen. Eén van de vele keuzes die we gemaakt hebben. De provinciebesturen zijn na de verkiezingen aan zet. Trappen ze op de rem of worden ze de katalysator van vooruitgang in heel het land? Voor iedereen. D66 wil vooruit. En daarvoor zijn dappere, moedige politici nodig. Politici met een rechte rug en die beslissingen durven te nemen in het landsbelang. Politici die een streep durven te trekken voor onze democratische rechtsstaat en die er pal voor gaan staan. Het is aan ons om de weg naar vooruitgang te effenen. En daar horen moeilijke keuzes bij. Niemand heeft gezegd dat het makkelijk hoeft te zijn. Nederland verdient een politiek die duidelijkheid biedt en werkt aan de grote opgaven van deze tijd. En niet doet alsof we nog veel tijd hebben. Want dit is een land voor iedereen.